Welkom bij een nieuwe video. Dit is het laatste zoekboek dat is verschenen van Jan van Haasteren. En begin juni 2024. En het zoekboek heeft altijd geen naam. Het is ook altijd onbekend wanneer welk verschijnt. Het heeft ook geen nummer. Dus meestal wordt het zoekboek zo genoemd met de afbeelding van de puzzel van Jan van Haasteren. Die op de voorkant staat afgebeeld. En dat is in dit geval de bakkerij. Wat kun je nog zeggen? Een zoekboek is leuk gewoon om te zoeken natuurlijk. Voor kleine kinderen, maar ook voor volwassenen. Maar je kunt hem ook heel goed gebruiken als je aan het puzzelen bent. Dat je deze grotere afbeeldingen gebruikt in plaats van soms een kleine poster of geen poster die erin zit. Dat je dit zoekboek gebruikt met de afbeelding erbij. Dat maakt het puzzelen iets makkelijker. Nou, wat kun je nog meer zeggen over het zoekboek? Wat ik zei, alleen te koop bij Kruidvat. En je moet mazzel hebben als je het in de folder ziet staan. Uitgave door Big Balloon. En hier zie je wat gegevens er verderop. Niet zo spannend. Hier zie je staan wat je allemaal kunt doen dan met zo'n zoekboek. Hier staan een paar vaste terugkerende elementen op. Maar ik kan je verzekeren, ze kunnen er zo 20 of 30 zijn. Dit zijn er maar een paar. Dus je zult zien dat er veel meer vaste terugkerende elementen zijn. Ik weet niet of ik de prijs had genoemd, ongeveer 3,50 hè, zo'n boek. En dik karton. Laten we even kijken welke puzzels er allemaal in staan. Dit is de eerste puzzel. Er staan trouwens 8 platen of afbeeldingen in. En misschien toch nog even te zeggen, het is ongeveer de 23ste. Sommigen zeggen dat het de 22ste is. De 23ste zoekboek dat Jan van Haasteren is verschenen. En dit is de eerste. Dit is De Buren, de puzzel. En de nummer 2, de buren trouwens getekend door Jan van Haasteren. Nummer 2 is De Opera, ook getekend door Jan van Haasteren. Erg leuke puzzel hebt hij al gemaakt. En de derde is Tall Ship Chaos. Tekenaar is Rob Derks, lijkt me echt wel lastig, heb ik zelf deze nog niet gemaakt. En de vierde, dat is de Celebrate Pride. Een prachtige puzzel gemaakt door Mars Gremmen. En het is echt een aanwinst. Hier zit zoveel in, hier kun je zoveel vinden. Dit is echt superleuk om te maken. De vijfde is de Kattenshow. En tekenaar is Jan van Haasteren. Deze werd onthuld tijdens een tentoonstelling van Jan van Haasteren. Alle gekheid op het stukje. Opeens bleek dat deze puzzel nieuw zou verschijnen. Mooie tekening, Kattenshow van Jan van Haasteren. En de zesde, dat is Scootjesielen. Ook een van de laatste van Jan van Haasteren. Die hij heeft uitgebracht. Hij is natuurlijk al behoorlijk oud. Maar hij maakt nog steeds prachtige puzzels voor Jumbo. Dan hebben we de zevende, dat is de Kaasmarkt. Tekenaar is Dick Heinz, ook een erg leuke puzzel. Hier zie je zijn vader, vader van Dick Heinz. Erg leuke puzzel om te maken. En de laatste die erin staat, dat is inderdaad De Bakkerij, zoals het zoekboek ook heet, van Mars Gremmen. En wat ik zei, Mars Gremmen maakt ontzettend leuke puzzels. Deze vond ik ook heel leuk om te maken. Er zitten heel veel details in. Nou, dit is de video van het laatste zoekboek dat is verschenen.